Hallo! Het is vandaag bloedheet buiten, dus we dachten, we gaan iets anders doen dan normaal. Melanie appte mij laatst en ze zag iets in Into Toys wat we toch wel graag willen proberen, omdat het warm weer is en omdat we het gewoon heel erg lekker vinden en allebei best wel dol op zijn. Dus we hebben een frozen milkshake maker gehaald. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd of dit werkt. Er staat bevries, draai, schud en geniet. Ja. Dus ik ben benieuwd of het werkt. Ja, ik heb er zin in. Ja. Let's go! We hebben gisteren al de verpakking opengemaakt omdat we twee dingen eruit moesten halen voor in de vriezer. Dus we hebben al een beetje gekeken wat erin zat. Ja. We hebben hier de beker. Dit is de beker waar alles in moet. Ik vind de kleurtjes wel heel leuk. Ja. Kijk hoe schattig. Oh, dan draai je hier zo aan. Dat is de bedoeling, ja. Oké, je hebt in de beker heb je zeg maar van die draai borsteltjes, noem ik het even zo. En ja, daar moet je dus aan draaien en dan wordt het één grote gladde mengsel. Ik heb echt zo'n gevoel van dat het gewoon een koud drankje wordt. Dat je net zo goed gewoon in de koelkast voor een paar uur kon laten staan en dan heb je een koud yoghurtdrankje of zo. En er zit ook nog een lepeltje in, of een rietje. Oh, een rietje. Rietje en lepeltje. Oh, lekker. Lekker. Wow, als je dit ook koopt, je moet eerst dat witte verpakte beker in de vriezer leggen voor. Ja, wij hebben het voor een hele nacht gedaan, want dan weten we gewoon zeker dat die goed koud is, goed bevroren. Ja. Dus doe hem altijd even de avond van tevoren in de vriezer en dan ben je gewoon vanuit, dan weet je gewoon zeker dat die goed koud is. Haal de beker uit de vriezer en vul deze met vruchtensap of melk met een smaakje tot het punt waar de koelement het plastic van de ring raakt. Ik wil chocomel. Dan krijg ik een chocolade milkshake. Ik ook. Ik ook. We gaan een chocolade milkshake maken, jongens. Woo! Get the chocomel! Dit witte ding moet je dus even een avond van tevoren in de vriezer leggen zoals wij hebben gedaan. Hij is echt heel erg koud. Dus we moeten even snel in dat ding doen voordat het alweer smelt. Want het is aardig warm hier buiten. We hadden eigenlijk beter een grote verpakking moeten kopen, maar dit is het enige wat in de koelkast stond. Oh ja. Er zit best wel veel in zo'n verpakking. Oh, mijn rietje is eruit. Dit verpakkingje is precies goed voor één beker. No! Oh, nu zit het op je kleding. Wat we nu moeten doen, is geen idee. Dus deze even. Zorg dat de houder stevig vast zit. Draai de dop met de messen vast en draai 20 tot 30 seconden aan de hendel. Oh, dit gaat er vet moeilijk in. Hoe kan dit? Dat ding is te groot. Echt? Ja. Oh mijn god, hoe krijg je dit van? Bij mij komt er echt helemaal... Ja, oké, wacht. Ik heb iets. En voor de duidelijkheid, hier zit zo'n klikje die je open kunt maken en waar je het rietje straks doorheen kunt doen. Zorg dat je met schudden en met draaien goed dicht hebt, anders zit je hele kleding en andere dingen straks onder je drankje. Draai 20 tot 30 seconden aan de hendel. Nou, zullen we gewoon 30 seconden doen? Dan weet je nog zeker dat die goed klaar is. 30 seconden goed draaien en let's go. Oké, de draaien gaat er niet helemaal worden. Nee. Oh wow, het lukt al. Ik denk hoe langer je draait, hoe soepeler, zeg maar, hoe beter die wordt. Dus ik draai nog even extra door. Zorg dat de opening voor het rietje is afgedekt, dat hebben we gedaan. En schud de frozen milkshake maker gedurende 15 tot 20 seconden. Dit zorgt voor een luchtig mengsel. Oké, voor de zekerheid hou de dop echt goed vast. En dat rietje met je vinger, want you never know. Heb je al timer? Nee. Oh, ja. Ja. Oh, het lekt. Oh, het lekt echt heel erg. Oké, je moet je vinger ik denk ook op die draaier zetten, want bij mij lekt er nu niks. Dus goed. De deksel dicht duwen. Bij mij wel. En de draaier. Wat een... Oh, het lekt echt mega erg voor mij. Bij mij is er helemaal niks aan lekken. Oh, echt heel erg. Oh, nu lekt hij wel. Ja, oké, duidelijk. What next? Draai 1,5 minuut aan de hendel. Hoe langer het draait, hoe gladder het mengsel wordt. Oh, het gaat wel... Oh, nu lekt hij bij mij ook. Echt goed lek. Oh, kijk nou. Het komt er echt helemaal uit. Ik ga hem ook even neerzetten, jongens. Want dit gaat wel anders niet worden. Oh, het is best heavy, hoor. Nee. Weet je wat het misschien helemaal lekker zou zijn? Als je dan van die Oreo-koekjes kapot maakt en dan bovenste koekjes. Ja, joh. Maak er meteen een slagroom erbij. Het is echt flink. Maar dan ook echt flink aan het lekken. De hele bovenkant zit gewoon onder chocola. We gaan hem openmaken. Hij is nu klaar.
zijn al wat draaien en schudden. Dus ik ben benieuwd. Pas kijk ineens open. Ik ben echt benieuwd. Ja, ik... Oh my god. Oh my god. Het is echt ijs. Oh my god, hoe kan dat? Het is echt ijs. Hoe kan dat? Het maakt echt naar chocoladeijs zelf. Dit is hem geworden. Kijk hoe... Ijs. Dit is allemaal ijs. Oh, we moeten wel snel. Het gaat te snel. We moeten hem snel opeten. We hebben nu dus een heerlijke chocolade milkshake. En hij is echt goed koud en ook goed dik en echt ijsachtig. Dus doe nu een beetje slag van me bij, want ja, dat hoort wel bij. Lepeltje met een rietje. En dan gaan we die banaan. Yummy. Oké, ik pak hem nu met een stukje ijs. Echt heel koud. Echt heel koud. Echt heel knap. Het werkt echt. Mm-hmm. Kan je drinken? Kijk, ik kan drinken. Dat gaat wel een beetje moeilijk. Even voor de duidelijkheid, dit is geen gesponsorde video. Niks van dit wat in deze video zit is gesponsord. We all buy it by our YouTube monies. Ja. Dus dus no hate in de comments van, yo, sponsor dit en dat. Ik vind het meer van dat ijs of zo. Van het ijs dat net nog niet aan het gesmelten is. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat je het echt met een rietje kan doen. Tenzij het een beetje doorheen gaat met je lepeltje. Voor de mensen die het graag willen weten. Ze waren bij de Intertoys €15. Ja. Dit kun je dus eigenlijk met alles maken. Zolang er maar vloeibaar iets in zit. Zoals melk. Vruchtje doen. Misschien met melk en er banaan. Stond ook gewoon vruchtensap. Gewoon ook. Misschien kan je wel een smoothie erin doen. Oké, wij gaan nog even lekker verder genieten van onze eigen gemaakte milkshake. Dus vond je deze video nou leuk? Doe dan even een dikke vette duim omhoog. Denk je dat deze milkshake maker ook echt een goede milkshake maakt? En vind je dat deze milkshake er gewoon echt grandioos lekker uitziet? Laat dan even weten hier in de reacties hier beneden of je ook zo'n milkshake maker zou nemen. En of de test goed gelukt is. Mm-hmm. Wil je ons dan stalken op social media, Instagram, Facebook, Snapchat, whatever. Alle links staan hier beneden in de beschrijving van ons allebei. Dus dan kun je ons even checken. Vergeet onze laatste video's niet te checken. Die staan ook beneden hier en in de beschrijving. En dan zien jullie volgende week weer met een nieuwe video. Want vandaag gaan we lekker verder. Cheers! Cheers! Doei!